Good morning jongens. Ik had eigenlijk om 11:15 mijn wenkbrauwafspraak. Maar ze vroeg of ik ietsjes eerder zou kunnen. En aangezien ik toch een beetje moest gaan haasten met sporten. Want het is nu 10 uur en dan ja, moest zeg maar over een uur weer weg uit de sportschool. En ze kon ook donderdag. Dacht ik, nou prima, dan doen we gewoon lekker donderdag. Ik hoop... Waarom leg ik mijn schoenen op het keukenblad? Dat is echt goed. Maar ik hoop dat het snel voor elkaar herstelt. Dan heb ik natuurlijk ruim een week om te herstellen van mijn verjaardag. Maar vorige keer viel het ook echt reuze mee. Ik denk dat het nu minder erg is. Dus ik dacht, nou prima, komt voor hun beter uit. En kan ik gewoon lekker op mijn gemakje mijn armday doen. En dinsdag is toch altijd wat korter, omdat de dochter van mijn vriend er dus altijd na school is. Dus dan kan ik ook nog eventjes wat andere dingen doen na het sporten. Ik wil eigenlijk ook nog steeds winkelen voor verjaardagsuitjes. Ik heb natuurlijk steeds online geshopt, maar... Ik heb nog niet echt de verjaardagsoutfit. Ik wil eigenlijk ook graag mijn Dyson ophalen. Maar dat punt is natuurlijk pas vanaf 4 uur open. Dus dat is wel heel jammer. Maar wat wel voordeel is, is dat ik mijn haar... Ik had mijn haar nog moeten wassen voor de wenkbrauwafspraak. Want ik dacht, ja, dat scheelt weer een wasbeurt. Daarom, ik had niet nu al weggekund. Dus het werd voor mij ook haast. Maar ik hoefde het eigenlijk nog niet te wassen. Dus nu ga ik het lekker donderdagochtend wassen. Dat is wel chill. En dan ben ik mijn wenkbrauw donderdag en dan komt Nicole donderdag. En dan gaan we de Oostenrijk proefvideo opnemen. En dan willen we ons haar doen met de Dyson. Wat waarschijnlijk uitgezakt is meteen, maar oké. Toch benieuwd. En dan heb ik dus donkere wenkbrauwen in die proefvideo. En dan ga ik vandaag armen doen, morgen benen. Dus 2 dagen achter elkaar kan wel. En dan vrijdag weer armen. Dat is jammer als ik maar 1 keer per week benen doe. Maar ik heb 4 keer gewoon net te veel. Gisteren had ik best wel weer wat beter op mijn eten gelet. Het is lekker, die cappuccino, die slabootjes. En dan in de avond wat ik heb gefilmd en nog kwark achteraan. Dus eigenlijk koffie en 2 maaltijden. Daar voelde ik me wel heel goed bij. Ik voel me vandaag meteen weer iets beter. Het is gewoon, het werkt gewoon goed voor mij. En lekker bewegen. Dus ik ga nu niet meteen naar de sportschool, denk ik. Ik vind het chill dat ik al pas aangekleed ben. Ik hoef geen make-up op. Voor wie het niet weet, ik doe dus elke dag een heel klein beetje bronzing drops. Ik was mijn gezicht, bronzing drops. Dan de Balea DM BB cream. Een beetje een witte crème die een heel klein beetje iets kleurtje, niet per se een kleurtje, maar iets egaler misschien maakt. En dan doe ik nog een beetje factor 15 crème. Niet hier, dat gaat glimmen, daar zit genoeg zeg maar. Maar hier nog een beetje en dat is dan wat ik op heb. En die wenkbrauw hoef ik niet te doen, dat is zo fijn. Ja, zij zegt ook dat daarna mijn handeling meestal wat sneller geneest. Oké, chill. Trouwens, ik had gisteren ook 2 snickernadels gegeten, dus... Ja, daar voelde ik me heel lekker bij gisteren. Zo, het is heel lang geleden dat ik een ei heb gebakken. Maar dat komt dan natuurlijk... Ik vind de gebakken eieren echt niet lekker zonder brood. En ik heb deze geen brood gegeten. Maar ik had natuurlijk vrijdag dat koolhydraatarme brood bij de Dirk gekocht. Waarvan ik er overigens achter kwam, had ik op Insta gezet, dat er best wel veel soja in zit. Dus ik heb niet meer gegeten en ingevroren. Maar ik dacht, ik ga nu gewoon 1 sneetje nemen. Ik dacht namelijk dat ik buikpijn had gekregen. Maar dat had toen ook door de carpaccio of zo kunnen komen. Dus... Ik weet het niet, we gaan het zien. Ik heb biologische eieren, maar de dooiers zijn echt super licht. Het is overigens al 13:15. Vanaf dat ik het laatst heb gevlogd, heb ik alleen maar gewerkt. Ik heb maandag tot en met... Ik weet niet meer hoe laat het was toen ik vlogde, maar... Volgens mij nog best vroeg. Oh, 1 dooier is gebroken. Oeps. Maandag tot en met vrijdag heb ik geëdit. En op een gegeven moment dacht ik, nu ga ik stoppen. Ik had hem eigenlijk helemaal willen afmaken, de video, maar... Ik kreeg het zo koud. Ken je dat als je dan heel lang stil zit? En natuurlijk nog niet gegeten. Ik dacht, ik ga nu lekker mijn eitje eten met een uit de broodrooster boterham. Oeh, ik schrik me dood altijd. Oh, die dooier loopt helemaal uit. Maar ik vind het een beetje vies. Ik ga hem nog heel even in de pan doen. Ik weet niet. Het is een hele rare dooier. Dan die at some chili pepper. Oh nee, er zit natuurlijk al ziek veel sambal op. En some salt en pepper. En dan neem ik even een glas water erbij, want ik heb nog helemaal niks gedronken behalve dat. En ik neem vitamine B12'tje. Oh. En een D3. En een heerlijk, dit neem ik na het eten, dit is echt lekker. Klein ben ik het gisteren vergeten. Dit en een glas water. Lekker veel eiwitten voor het sporten. Ik vind het jammer dat het geen mooi weer is, want dat maakt het wandelen naar de gym zoveel leuker, maar goed. Oké, ik ga even GTS te kijken. Oké, dat broodje was heerlijk. Nu lekker een proteïn shakeje mee en naar de gym lopen. Oortjes in en gaan. Ik heb heerlijk gesport en ik heb, ik kon met mijn armen alles of veel vaker of zwaarder. Dus daar was ik echt super blij mee. En nu is Loes Okay. Loes is er en we gaan nu het terras aanpakken. Nou ja, eigenlijk is zij echt al een uur het terras aan het aanpakken in haar eentje, maar oké. Okay. Dit heeft ze al gedaan. Deze heeft ze nog gered. Hier heeft ze nog wat gered. Dit mag weg. Ik heb een handschoen gevonden. Ik moet er even kijken. Harder spuiten, ha? Aan het werk. Loes. Woehoe. Zo, tea time. We hebben hier een soort van Griekse salade met kalamaat, olijven, groene olijven, gele paprika, tomaten, rode paprika, komkommer, sla, feta, nootjes, pitten. Dit is een soort rollade. En nog de tomatensoep. En heerlijke champignonnetjes in knoflook. En dat was het. Oh my god, dit is zoveel pijn aan mijn rug om te tillen. Ik heb mijn Dyson. Dit is trouwens het terras nu. Oh, ziek zwaar. En ik vind dus, ik weet niet of iedereen dat heeft, maar iets tillen aan de voorkant van je lichaam geeft je zoveel rugpijn. Dus niet te doen. Ik weet niet of anderen dat ook hebben. Misschien hebben anderen dat niet, maar dat is ook de reden waarom ik zo trainen met van die gewichten voor je lichaam en zo. Van die deadlifts. Oh, wat een pijn. Terwijl ik echt wel zwaar mijn rug aan het trainen ben. Maar mijn tempers zijn binnen uit Italië. Als ik dus als rugzakje stil, gaat het heel makkelijk. Ik ben helemaal kapot. Ook veel bewogen vandaag. Cola zero. Het is echt niet gezond. Maar wel zero. Ik heb het ziek heet. Ik heb ook echt, merk ik, nu is het zeg maar bijna 7 uur. En het voelt gewoon alsof het pas 5 uur is. Je avonden worden echt weer wat actiever, zeg maar. Dan in de winter wil je nu echt tv kijken en chillen. Oké, we gaan het even openmaken. Ik heb trouwens deze lelijke trui weer aan. Want het sportvest wat ik net aan had, die heeft mijn schoonmoeder genaaid. Ze heeft het direct hier genaaid. Dus hij is nu ook klaar. Ik ga het even op Insta zetten. Oh my god, het pakket was echt heel groot en zwaar om te tillen. Maar ik heb hem eindelijk met Dyson. En ik ga hem nu in mijn vlog doen. Maar ik heb dus ook jam bij deze vrouw gekocht. Ze verkoopt voor €5 een potje jam. Suikervrij of met suiker. Ik heb suikervrij. En ik eet natuurlijk helemaal geen fruit. Maar dan wil ik hem aan mijn schoonmoeder gaan geven ofzo. Ik vond het gewoon heel leuk om die vrouw te supporten. Zo'n lief mens. Dus ja. Oké, mijn Dyson openmaken. Nou, hebben jullie ook gehoord dat ik jam heb gekocht? De chick zit me al de hele tijd berichtjes te sturen. Kan je hem alsjeblieft ophalen? Alsjeblieft. Ik zo, ja, ik was er gisteren. En ik kan vandaag pas vanaf 4 uur. Ja, ik ben zo bang dat het niet goed is gegaan. Ik heb het gevoel dat dit echt een hele betrouwbare chick is. Maar ik heb hem dus best voor weinig kunnen kopen. 438 inclusief kopersbescherming van €20. Ik had er wel een goed gevoel bij. Het ging ook direct akkoord bij mijn bot en zo. Dus ik ging niet onderhandelen. En dat is de kleur die ik heel graag wilde. Ze heeft het ook best wel goed ingepakt. Uit Italië, dus blijkbaar is dat heel normaal. Ik vind het uit Italië en Frankrijk. Kijk, de doos heeft dan deukjes, maar dat is heel normaal. Ik heb hier zo'n dubbel gevoel bij, want ik wil dit zo graag. Dan krijg ik het gewoon niet meer uit mijn hoofd. Ik hoef ook geen alternatief, ik wil gewoon deze. Maar ik weet ook, zoom even een klein beetje in. Ik heb zeg maar ook een hele goede zelfkennis en ik weet dat ik gewoon iemand ben die bijna niks met haar haar doet. Mijn haar vind ik gewoon prima. Ik doe er bijna nooit iets mee, maar dan denk ik ja... Toch weet ik het. Ik hoop dat het dus en de reden is, ga ik het wel genoeg gebruiken. En, jullie zien nu niet wat ik uitpak. En, iedereen zegt dat het in zat. Maar toch geloof ik erin en wil ik het. Kijk dan, het ziet er gewoon uit als nieuw. Ik heb het idee dat het gewoon een moeder is die geen tijd heeft om haar haar hiermee te doen. Of het zakt uit. Er staan echt zo bizar veel Dysons op Vinted. Niet te doen. Wist ik dus eerst niet. Ik wou hem bijna nieuw kopen. En ik was natuurlijk dingen op Vinted aan het verkopen. En toen zag ik het of zo. Toen dacht ik, huh? Echt allemaal voor, nou, sowieso €100 korting heb je nieuwe. Dus dat is wel heel chill. En dan heb je gewoon hergebruik. Dus het wordt niet opnieuw gemaakt. Dus dat is wat duurzamer. En ik dacht, als ik hem ook niet goed vind, kan ik hem voor hetzelfde geld gewoon weer doorverkopen. En de reden dat ik geen nieuwe wilde kopen, is dat deze niet meer te krijgen was. Alleen op een hele vage buitenlandse site. En daar was hij €620 of zo. En ik wilde super graag die blauw met roze. Deze is gewoon echt vet mooi. Nou, het is gewoon alsof het nieuw is. Ja, wat vet vlekjes. Maar dat boeit echt niet. Heb ik er wel weer iets heel groots bij voor in huis nu, bedenk ik. Oké. Dit is wel iets waarvan je de doos natuurlijk wel wil bewaren. Pretty. Oh, de planten zien er zoveel mooier uit nu. We staan nu dus wel in de volle zon aan het eind van de dag, bedachten we ons net. Dus dat is misschien niet zo'n goede plek. Oké, door naar de Dyson. Zeg zo, zeg zo. Ik weet niet of ik elkaar ga ruiken. Die meid is helemaal in spanning of die wel goed is aangekomen. Ik moet hem wel natuurlijk snel gaan testen, want ik moet ook laten weten of het allemaal goed is, zeg maar, aan Vinted. Even mijn haar los voor de thumbnail. Ik zou dus ook even een andere trui aan doen, want dan is de thumbnail gewoon leuker. En een thumbnail is wel belangrijk, maar dan denk ik, ja, ik heb niet echt zin om nu een andere trui aan te gaan trekken. Ik vind het gewoon zo grappig dat dit uit Italië komt, al is de fabriek natuurlijk gewoon, het is gewoon Dyson, maar ik vind het wel leuk. Ja, oké, thumbnail. Oké, we hebben... Dit ziet er allemaal best wel... Het ziet er wel uit zoals vaker dan één keer is gebruikt. Ja. Eigenlijk moet ik het echt wel even goed gaan testen. Want anders ben je wel €440 kwijt voor iets wat natuurlijk niet goed is. Maar volgens mij heb er wel een goed gevoel bij. Ik weet echt niet wat het allemaal is. Het enige waarvoor ik natuurlijk wilde is voor deze. Die zo... dat het er omheen doet. En ik vind het gewoon goed, want het is niet door de warmte, maar door de kracht die dit apparaat heeft, dat het zo goed is. Je hebt zoveel tools. Ik vind het ook alleen, Nicole zegt ook alleen, nu al van, oh, ik wil bij jou mijn haar doen. Ik hoor dus van Lotte dat zij gewoon een Dyson heeft gekregen van Dyson, hè? Een paar dagen geleden. Oh my god, echt live goals. Dat is echt zo leuk. Maar goed, ik had hem, als ik dat wist, had ik hem eerst bij haar kunnen testen. Maar ik ben gewoon zo dat ik het dan graag wil hebben. Het boekje. Our mission is simple. Solve the problems others ignore. Het is natuurlijk wel echt gestoord hoe duur Dyson is. Het is niet oké. Oh, dit is misschien de complete long waar het om gaat. Ik ben niet echt van de gebruiksaanwijzingen. Nou, dit klik je er zo op. Zullen we gewoon meteen gaan testen? Maar je moet dan wel nat haar hebben. Nee, ik ga morgen mijn haar wassen en dan ga ik hem morgen goed testen. Morgen moet ik trouwens weer sporten. Het is wel een mooi doosje. Ik wil gewoon alleen heel even zien, zeg maar, hoe die het doet. Of die het doet, hoe die het doet. Hij is wel lekker licht. Volgens mij zitten er tussen mijn volgers dus meer mensen die niet zoals ik zijn dan die wel zoals ik zijn. Wat ik eigenlijk een tijdje geleden pas achterkwam en eigenlijk best wel grappig vind. Dus mensen die juist nooit een Dyson zouden kopen. Terwijl, als je kijkt naar Monica Geuze of zo, die is nog veel erger dan ik qua dingen kopen en dure dingen en alles willen testen en hebben. Maar bij haar vindt iedereen volgens mij gewoon normaal. Omdat volgens mij heel veel van haar volgers ook zo zijn. En heel veel van mijn volgers niet. Nou, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik heb, zeg maar, ook met alle goedkope fans die ik heb, nooit geprobeerd om mooi haar te krijgen. Dus dit is de eerste keer dat ik dit ga doen. Super grappig. Ik ben nooit met mijn haar bezig. Gewoon nooit. Oké, wat is dit? Ik denk warmte. En dit? Oh nee, dit is koud, warm. Ik dacht dat hij het er uit zichzelf omheen wikkelde. Oh, niet. Moet je dat zelf doen? Huh? Oh. Op de allerhard zetten. Maar je moet hem er dus wel 1 keer zelf omheen wikkelen en dan gaat hij automatisch. Je moet ook op een bepaalde manier keunen hoor. Zo, dat weet ik allemaal niet. Maar het is wel heel veilig. Oh, ik vind het wel heel veel in gebruik. Dit is ook te hard met koud. En dan? Ja, het is nu mooi. Nu doe ik hem even op zijn middelwarm met de harde stand. Oh, dit is wel heel makkelijk. Ik weet niet of je hem heen en weer moet doen hoor. Of gewoon zo. Ik denk zo. Kijk, mijn haar. Ik had wel verwacht dat het zou werken op mijn haar. Want ik heb best wel dik haar. Oh, hij gaat die kant op natuurlijk. Hij heeft wel een bepaalde luchtrichting natuurlijk waar hij heen gaat. Nu gaat het in mijn ogen. Ja, makkelijk. Wat de hel? Huh? Oh my god. Wat is dit? Te kijken hoe erg ik strik. Ik zie er niet uit, maar... Ik moest even de thumbnail maken van dit verschrikkelijke gezicht. Maar hoe kan dit? Hoe kan dit? Dit wil ik niet eens, maar dit is fantastisch natuurlijk. Huh? Ik ben ook gewoon heel erg benieuwd geworden door al die negatieve reviews. En ik doe dit dus niet de goede manier, hè? Zeg maar hoe je het moet doen en verschillende kanten krullen en zo, dat weet ik allemaal niet. Ik ben puur even de krul aan het testen. Dus de middelwarm met de hardste, nog een keer. Geweldig dit, bizar. Oh my god. Maxima, of hoe noem je dit? BSX, een soort koning uit de middeleeuwen. Zo'n keizer, weet je wel. Het is geweldig. Ik vind krullen niet mooi hoor, bij mezelf. Ik heb er nu helemaal niks in, hè. Alleen Olaplex spul. Ik ga stuk. Nou, nu heb ik echt zin om nog meer te doen. Om even te kijken wat dit extreme resultaat oplevert. Hij is nog niet heel erg uitgezakt ook. Kijk, dit is totaal de verkeerde kant op gekruld. Maar kijk hoe het blijft zitten. Daarom had ik wel vertrouwen in de Dyson bij mijn haar. Het gaat echt best wel snel. Ik denk echt dat na het wassen het misschien sneller uitzakt dan juist als je het bijna moet gaan wassen. Maar ik wil het wel op gewassen haar testen. Maar toen ik bij de kapper was, zakte het natuurlijk extreem. Kijk, ik kan het ook heel snel maken. Toen zakte het super snel uit. Dus doe even de heetste stand. Ik denk niet dat het nodig is. Maar welke kant? Wat ik me afvraag, als je nou wil dat hij de andere kant op blaast, kan je dan... Ik weet niet. Nu voelt het wel warm. Volgens mij is het best om even te laten afkoelen. Maar hoe chill, het zit niet ergens nu vast aan een clip. Kijk, ik heb zo'n krultang natuurlijk gehad. Die clip je vast. Al je haren trek je eruit. Ik heb die Babyliss, die is echt top. Die zuigt je haar op. Hele goede krullen, maar best wel eng. Ik heb zo'n Rowenta föhnborstel, wat je hier ook bij kan krijgen. Die blijft draaien en dan zit je weer helemaal vast. Dit is wel echt geweldig, zeg. Zou ik dus gewoon een droog plukje haar doen. En je kan het dus ook koud gebruiken. Ik doe hem even op de heetste stand op droog haar. Op een lange pluk. Nee, kijk, hij draait gewoon vanzelf. En dit is dus de lang, hè. De complete lang. Nou, je zou hem nog even kunnen laten afkoelen en zo, maar dat doe ik allemaal niet. Droog. Kijk, dat gaat waarschijnlijk meteen uitzakken. Maar zelfs daar zie je dat er iets gebeurt. Dit is de beste review die ik tot nu toe heb. De positiefste review die ik tot nu toe heb gezien. Maar wat gaan we hier ook mee doen? Dit is niet de look waar ik voor wil gaan. Dat staat mij echt niet. Maar dit is wel fantastisch natuurlijk. Maar hoe snel zakt het uit? Oké, ik vind het nu al even goed genoeg voor de review. Maar besef even hoeveel ik hiermee kan als het nu al dit doet. Maar als ik nu door mijn haar ga. En dat is volgens mij een beetje het probleem. Is het heel snel weg? Nou, vind ik niet. Nou, trouwens, half uur zeggen ze. Dit is geen half uur natuurlijk. Maar vooral voor die curtain bang. Die trouwens bij mij nu al niet echt mijn curtain bang is. Want mijn haar groeit als kool. Nou. En het was echt niet moeilijk. Ik heb nu het echt niet gedaan zoals het officieel zou moeten. En ik heb me er helemaal niet in verdiept. Gewoon nu bijna een pony. Nu zie je ook echt welk haar ik niet heb gedaan. Nou, heel leuk. Ja, bezig ga ik hier morgen mee klooien als ik mijn haar heb gewassen. Oké, even voor de review ga ik heel even mijn borstel doorheen doen en kijken of alles meteen weg is. Deze borstel is nu nat. Ik denk dat je het dan er echt meteen uitborstelt. Nou, die blijft. Waarschijnlijk hoe korter je plukjes, hoe groter het effect. Ja, het is nu wel... Nou, dit zit nog wel. De rest kwam je er wel snel uit. Bizar dit. Maar ik wil niet dat hij zo valt. Hij moet juist zo... Ik wil nog 1 keer deze proberen. Nou, dan draait hij weer helemaal de andere kant op. Lijkt me dat op een gegeven moment hij er wel klaar mee is. Nou, ik ben heel positief verrast dat ik hier allemaal mee kan gaan doen. En ik denk, al gebruik je het niet dagelijks, dan gebruik je het alleen voor feestjes of dingen. Ik ben blij. En dan heeft hij natuurlijk ook nog al die andere opzetstukken. Heel leuk ook voor mensen met kort haar denk ik. Maar ik heb dus de complete long. Ik neem aan dat die staaf gewoon langer is. I'm really happy met mijn aankoop. En doe even een duim omhoog voor deze review. Doen. En voor mijn mooie pony. Plukjes waren echt een beetje weggevallen. En als je het dan veunt, dan zie je ze weer. Ja, ik ben heel erg blij. En nu, hij is ook helemaal niet heet, ben ik eigenlijk heel blij. Dus, goodbye. Nee, het zit nog steeds na echt een uur. Maar... Je kan deze zak dus indelen en ophangen. Maar ik weet niet of dat nou echt het allerhandigste is. Want dan heb je echt geen zin om dit er steeds uit te halen. Dus ik denk dat je nog eerder dit gebruikt. Maar, logisch ook eigenlijk. Je kan dus zeker wel de krulrichting veranderen door hier aan te draaien. Dat lukt niet met één hand. Had ik kunnen weten, want ze denken echt over alles na. Ik ben tot nu toe wel heel positief verrast. Er stond ook in het boekje van alles wat je mist bij andere dingen. Dat is eigenlijk de hele bedoeling van Dyson. Dus ik vind het wel toppie tot nu toe. En eigenlijk allemaal andere veenborstel met dit gewoon weg. Want eigenlijk heb je nu alles. Alleen geen steltang zit hierop. Dus ook als je hem gewoon goed vasthoudt, dan wikkelt hij zich vanzelf eromheen. En je kunt dus je windinrichting, welke kant die op moet blazen, kun je instellen. En dan zeggen ze van ja, je hoeft niet te draaien, wat ik dus een beetje zat te doen, dat hoeft helemaal niet. Maar hier heeft je hem niet bij haar hoofd. Ik denk als je volume wil, moet hij wel bij je hoofd. En dan zeggen ze van, hier heb ik dus gelezen dat je dus de richting kan veranderen. Maar eventjes 5 tot 10 seconden op koud zetten, om hem te laten afkoelen. Wat ik dus, ik zei net geen zin in, maar dat is het beste. En dan, Nou, ik ben heel blij. Dit blijft super goed zitten. Ik ben echt benieuwd of het dus inderdaad op gewassen haar minder goed blijft zitten. Ik vind het nu niet per se mooier. Maar nu ben ik echt super moe van vandaag. Veel gedaan. Dus 7:45 lekker chillen. 7000, voor mij is dat dus veel. En 780 calorieën. En nu weet ik niet of we gaan kijken op tv, maar echt heel goed. Dus ik zie jullie morgen. Goodbye.